Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik iedereen in deze kerkdienst van harte welkom. In het bijzonder de gasten onder ons en iedereen die op een later tijdstip de dienst beluistert. In deze dienst, waarin Jan Smit de organist is, gaat Caroline Lemmens voor. Door de diaconie wordt een bedrag overgemaakt voor AMREF Flying Doctors. Meer informatie hierover staat in uw orde van dienst. En achter op het boekje staan de rekeningnummers van de diaconie en kerkrentmeesters vermeld. U kunt, als u dat wilt, een bedrag overmaken. Komende zondag 2 oktober gaat Andries Visser voor en Rudy Dijkstra is dan de organist. In deze dienst zal ook het brood en wijn worden gedeeld. Heb ik een mededeling? Komende zaterdag 1 oktober willen we samen de herfstschoonmaak houden in de kerk. Alleen al vanwege de honderden muggen die vliegen die naar beneden vallen. Neemt u als u komt zelf een emmer, doeken en schoonmaakmiddelen mee? Daarbij komt, het is altijd hartstikke gezellig en het geeft veel voldoening als alles weer fris is. Opgave hiervoor is niet nodig en we beginnen om 10 uur. Na deze dienst is er koffie en thee op het koor waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. En na het aansteken van de leeskaarsen is er gelegenheid voor stil gebed, waarna we de liturgie zullen volgen. Ik wens u allen een goede en gezegende dienst toe. Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. De Heer zij met u, met zijn genade en vrede. Amen.
Laten wij ons drempelgebed bidden. Goede God, hier zijn wij. Wij zijn gekomen naar dit eeuwenoude huis. Het is gebouwd als plaats van samenkomst, om dichter bij u te komen. Daar gaan wij vandaag weer ons best voor doen. En als het beeld klopt, dat u ergens boven ons bent, lopen nu van ons af allemaal draadjes en die raken elkaar in u. En in zo'n verbondenheid kunnen wij leven. Zo durven wij te leven met onze onzekerheid en falen. Zo durven wij stappen te zetten om te werken aan uw koninkrijk. Amen. Wij bidden voor we uit de Bijbel lezen. God, vol verwachting slaan wij de Bijbel weer open. Wat de oude schrijvers hebben gezien en gedacht over u en uw mensen, blijkt weer verrassend nauw aan te sluiten bij ons leven in een ander deel van de wereld en in een andere tijd. Laten we luisteren. Amen. We lezen verder, als de afgelopen weken ook is gebeurd, uit Leviticus. De Heer zei tegen Mozes en Aaron: zeg tegen de Israëlieten: dit zijn de dieren die jullie mogen eten. Van alles wat op het land leeft, mogen jullie de dieren eten die gespleten hoeven hebben. Dus hoeven die helemaal gedeeld zijn en bovendien hun voedsel herkauwen. Die mag je eten. En alles wat in het water leeft, in de zee of in de rivieren, en vinnen en schubben heeft, mag je eten. Maar alle kleine en grote waterdieren zonder vinnen of schubben gelden voor jullie als oneetbaar. En de volgende vogelsoorten gelden voor jullie als oneetbaar. Je mag er niet van eten en moet ze als weerzinwekkend beschouwen. De vale gier, de lammergier, de zwarte gier, de rode wouw en de verschillende soorten buizerds. Alle soorten kraaien en raven, de struisvogel, de velduil, de bosuil, alle soorten valken. De steenuil, de visuil, de ransuil, de katuil, de dwergooruil, de visarend. De ooievaar, de verschillende soorten reigers, de hop en de vleermuis. Ook gevleugelde insecten gelden voor jullie als oneetbaar. Van deze dieren mag je alleen die eten die ook een stel springpoten hebben. Dat zijn de verschillende soorten veldsprinkhanen, sabelsprinkhanen, krekels en dwergsprinkhanen. Die mag je wel eten. Alle andere gevleugelde insecten gelden voor jullie als oneetbaar.
En dan lees ik een stukje uit Daniël, een jonge man, Joodse jonge man, als een soort gijzelaar aan het hof van Nebukadnezar in Babylon. En Daniël was vast besloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofdeunuch om toestemming om zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. En God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. En toch zei de hoofdeunuch tegen hem: "Ik ben bang voor mijn heer, de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen." En daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunuch aan hem en aan Hanania, Misaël en Azaria had toegewezen. "Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente en water drinken. En vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten. En beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet." De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. En aan het eind van de 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. En bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnezar. De koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniël, Hanania, Misaël en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus. Thank you.
Overdenking. Lieve mensen, dit is de laatste overdenking waarin het boek Leviticus centraal staat. En ik ben erg enthousiast om dit boek te behandelen. En wie weet heb ik het indertijd zelf als thema ingebracht. Ik was jaren geleden samen met Manny in het klooster van de zusters Clarissen in Megen. En Manny had dit boek bij zich. We nemen altijd een stapeltje boeken mee, er is ook een bibliotheek, maar dit boek zag ik liggen bij Manny op haar bureautje in haar kamertje, de kloostercel, van Willem Barnard, Een winter met Leviticus. We kennen Barnard het beste van alle liederen die hij in het liedboek heeft staan. En het eerste lied wat we vandaag zongen heeft hij ook vertaald uit het Engels. Hij schreef ook boeken en dus ook dit boek over Leviticus. Ik mocht het lenen en in mijn knusse kloostercel heb ik ademloos het boek van Barnard en het boek Leviticus zitten lezen. En een gedachte kwam bij mij op die zich niet liet wegdrukken. Gun jezelf toch om theologie te gaan studeren. Als ik dit nou zo boeiend vond, dan was dat niet zo'n gek idee, leek mij. En ik checkte voorzichtig bij Manny. En toen ik thuis kwam bij Egbert, of zij het een gekke gedachte vonden. En dat vonden ze niet. En zo begon ik na die zomer aan de studie. Leviticus als inspirator voor een theologiestudent. Het zal niet vaak voorgekomen zijn, denk ik. Het Leviticus is een heel praktisch boek. Vol heel precies geformuleerde regels. Er is geen poging gedaan om er een verhaal van te maken. De Heer, steeds de vier letters, spreekt tot Mozes. En Mozes geeft het door. Het zijn goddelijke voorschriften. Andries heeft met ons het hoofdstuk besproken dat God ons oproept om heilig te zijn. De regels van Leviticus, die tot heiligheid van de mens moeten leiden, getuigen van een diep inzicht van hoe het goede leven vorm kan krijgen voor een mens en voor een samenleving. Egbert gaf ons het heilige vergezicht van het jubeljaar, waarin iedereen, arm en rijk, weer opnieuw mag beginnen. Zoals je na een potje rummikub of sjoele allemaal weer met hetzelfde aantal stenen begint. Lieneke slaagde erin om het voor ons moeilijke onderwerp van het offeren en dus slachten van dieren uit te leggen, als een daad van respectvolle nabijheid van mens, dier en God. Offeren aan God is delen met God wat kostbaar is. Een volmaakt dier uit de levende haven, waar de nomadische mens van afhankelijk was. De mens wil dit doen. Zo heiligt hij zijn leven. Zo betrekt de mens God bij zijn eigen aardse leven. De mens heeft de behoefte om aan God te geven uit de overvloed van zijn hart. Maar zo zonnig is het plaatje niet helemaal, want offeren gebeurde misschien ook uit vrees, uit de behoefte om God gunstig te stemmen, gerust te stellen. Ik weet het niet. Ik koester het idee
waar ik het vaker over gehad heb. Dat liefde van een mens zo kan overlopen dat zij, hij, het beste, het mooiste wil delen, ook met God. In Leviticus wordt dit heel precies en concreet beschreven, hoe dit moet met offerdieren en met graanoffers. En dan gaat het spontane er wel een beetje af. Daar zit de spanning in het boek. De mens wil God naderen, een eigen beweging. En vervolgens gaat God Mozes heel gedetailleerd vertellen hoe die spontane, lieve mens het moet doen. Hoofdstukken lang. Tot we in hoofdstuk 11 komen, waar ik vandaag een stukje uit gelezen heb. Wat mogen de Israëlieten eten en wat niet? En vooral, waarom zijn deze regels belangrijk? De Joodse spijswetten, kashrut, bepalen wat geschikt is om te eten voor leden van het Joodse volk. En God vertelt ook waarom dit belangrijk is. Aan het eind van dit hoofdstuk staat: je mag niet onrein worden. Ik ben de Heer, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Hoe wordt een mens heilig door wat hij eet? Kennelijk kan dat. En als we dat doen, ons aan die regels houden, hebben we dan iets van God in ons leven overgenomen. De Joodse spijswetten zijn van alle kanten onderzocht op hun sociale en hygiënische nut. En met een beetje gezond verstand eet je voornamelijk wat Leviticus schrijft als je dieren wil eten. Ik had nog veel meer uit dit hoofdstuk kunnen voorlezen en ik denk niet dat uw eetlust geprikkeld zou worden door de verboden dieren. Maar het verbod op het eten van varkens heeft de Joden echt apart gezet van bijna alle bewoners van de aarde tot de komst van de islam. Want moslims hebben deze spijswet ook. En sinds dat een wereldgodsdienst is, eet bijna een kwart van de mensen wereldwijd geen varken. En ook daarover hebben onderzoekers geprobeerd hygiënische, landbouw-economische, allerlei oorzaken te bedenken, maar die geven niet het hele antwoord. Een deel van dat antwoord ligt erin dat mensen zich beperkingen opleggen om heilig te zijn, om God te naderen. En is dat nou een voorstelbare drijfveer? En voor we daar verder over denken, wil ik eerst het Daniël-verhaaltje nog even bekijken. Want Daniël is met die drie andere Israëlische jonge edelingen als gijzelaar in het paleis van de koning van Babylon. En Daniël is het toonbeeld van een perfecte Joodse jongen. Dus verliest hij nooit zijn vertrouwen in God. En hij heeft een grote drang om in alles nabij God te zijn. Dus ook in het naleven van de spijswetten. Zijn reinheid, zijn heiligheid brengt hij niet in gevaar. En dus wil hij niet mee eten aan de koninklijke eettafel. Ik stel me voor, maar dat staat er niet precies, dat de vier Joodse jongens in hun eigen vertrek blijven tijdens hun veganistische experiment van een dieet van groente en water.
Heel verstandig van Daniël om dat zo te bedingen, want dan hoefde hij het niet over kosher en niet kosher te hebben. Want groente en water zijn altijd kosher. En waar rempel. De jonge mannen zien er na 10 dagen stralend gezond uit. En Daniël is nog verstandiger dan hij al was. Hoe kan dat? Ik kan me voorstellen dat een dergelijk dieet inderdaad erg gezond is. En toch is ook dat niet het hele antwoord. Beperking van jezelf tegenover je lusten en begeertes, hartstochten en verleidingen is verstandig. En als het om eten gaat, is er een biologische reden om het rustig aan te doen. Wij zijn niet geprogrammeerd op leven in overvloed. Dan zoeken we het lekkerste eruit. En zo raakt ons dieet uit evenwicht. Op de theologische faculteit waar ik 3 dagen per week ben, staat sinds een paar maanden altijd een krat fruit voor medewerkers. Ik neem er altijd wat uit. Maar ik weet ook zeker dat als er een schaal koekjes of chocola of iets met kaas naast lag, ik 9 van de 10 keer zou bezwijken en eerst dat heerlijke, zoete of vette spul zou eten. En dat doet de lust, want honger heb ik echt niet. Goed, als dat zo is, dan kan ik bij mezelf zeggen, ik wil niet toegeven aan die lust. Ik word mij er dan bewust van dat dit niet een gezond verlangen is, maar bezit van mij neemt. Mijn vrijheid geef ik op als ik achter dit soort lust aanhol. En dan kom ik denk ik in de buurt van wat God bedoelt met de spijswetten. Regels waaraan een mens zich onderwerpt, vrijwillig, omdat zij een sterk vermoeden heeft wat de wil van God is. Vrijheid, daarin willen delen, daar zit heil in. En God verleidt ons om ons aan beperkingen te onderwerpen, om die heilige staat te bereiken. Dan staat de mens als een autonoom, vrij wezen in deze wereld. Dan is een mens in staat om zijn eerste impuls even rustig te onderzoeken. Is dit een wijze neiging? In het ideale geval denk ik dan even aan God. Als ik dit zou doen, kom ik dan dichter bij God of juist niet? Het doorgaande gebed, waarin de vraag niet is of God iets voor mij doet, maar hij juist mijn eikpunt is. Daar heeft Leviticus het over. Hoe het offeren een heilige handeling is, die als je het goed doet, de mens laat naderen tot God. En na dat eerste hoofdstuk gaat het om het omgaan met elkaar, het omgaan met de aarde, het omgaan met de menselijke lusten. Het hele boek draait om die uitspraak: mens, wees heilig, want ik ben heilig. We zeggen het vaker in overdenkingen. Als het een mens lukt om zich een beetje sober en matig te gedragen, dan vaart hij wel, dan is zij vrij. De oude Griekse filosoof Pythagoras leefde zo sober dat hij voornamelijk brood at en zeker geen vlees.
En het verhaal gaat dat hij een vriend die op bezoek zou komen vroeg: neem je een stukje kaas mee? Dan hebben we een werkelijk feestmaal. Dat is heilig leven. En het mag zo, maar het hoeft niet. God maakt het ons niet zo moeilijk. We mogen veel meer dan Pythagoras zichzelf toestond. En toch van die vrijheid proeven die heilig leven in zijn nabijheid betekent. En daarbij leren we delen van ons voedsel, onze aandacht, en ook dat vergroot onze vrijheid tot in het oneindige. Amen.
Ja, psalmschrijvers kunnen het altijd veel beter zeggen dan ik. Dit bedoelde ik. Laten wij bidden. Goede God, uw wijsheid, waarmee de schrijver van Leviticus geïnspireerd is, werkt al duizenden jaren door voor mensen die het willen horen en overdenken. In uw nabijheid leven, behoed ons voor hebzucht en egoïsme. Toch liggen die heel gewone begeertes altijd op de loer. Het lukt niemand om voor altijd heilig te leven. Dat vergt voortdurend onderhoud dat wij hier in dit uur iedere week plegen aan onze ziel. Laten wij elkaar aanmoedigen tot zachtmoedigheid en delen. En laten wij de zwakken ondersteunen als zij ten prooi vallen aan hebzuchtige machthebbers. Laten wij de opdracht om heilig te leven serieus nemen. En wij gedenken in ons gebed Gerda Westing Bronsema, de moeder en schoonmoeder van Arend en Wendelien Westing. Zij is afgelopen dinsdag overleden, omringd door haar familie. Wij bidden dat zij aan elkaar en aan hun verlangen naar u, aan uw nabijheid, steun zullen ervaren. En wij bidden voor moed en verbetering voor Harry en anderen uit onze kring die met ziekte kampen. En wij bidden voor ieder levend wezen dat mishandeld en vermalen wordt. Uw nabijheid maakt hen heilig. Wij bidden ook voor daders van agressie en hebzucht. Wij hopen van harte dat een verlangen naar nabijheid met u hen bekeert van hun heilloze wegen. In stilte vinden wij bij uitstek de mogelijkheid om ons verlangen naar u heel dicht bij ons te brengen. En laten wij tot slot van onze gebeden het Onze Vader samen bidden. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven die ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. De dienst van de gaven doen we nog steeds digitaal, maar het gaat om de gezondheid van mensen in Afrika. Ons slotlied. MUZIEK
De levende zegene en behoede u. De levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u.